Weten jullie dat er gisteren een babygiraf is geboren? Wat zeg je, Joe? Schattig? Ja, dat is zeker schattig. En ben jij op kraamvisite geweest? Jullie thuis? Hebben jullie wel eens een babygirafje gezien? Nee, nooit. Nog nooit? Ik ook nog nooit. Nou, lopen jullie dan met me mee? Hebben jullie ook weer zin in een nieuw verhaal van Joe? Daar gaan we. Moet je kijken. Er staat zelfs een foto in de krant van het girafje, zegt vader. Kijken, zegt Joe, en pakt de krant van papa aan. Echt schattig. Wat staat eronder? Vraagt Joe. Er staat hoe de baby heet. Spel het zelf maar eens, zegt papa. Joe legt de krant op de grond en gaat op zijn knieën zitten. Leg me op de grond en ga me op je knieën zitten. Heel goed. Maartje, roept Joe blij. Helemaal goed. Maartje en het is een meisje, zegt papa. Leg de krant maar even op de grond. En probeer dan maar eens naar boven en naar beneden te gaan. Dus sta maar weer op. En naar beneden. En dan ben ik benieuwd wie er moe wordt. Omhoog. En naar beneden. En weer omhoog. En weer naar beneden. Nou, ik ben wel moe hoor. En weer omhoog. Ik was helemaal niet moe. Nee, nou, ik wel. Ik wil iets meenemen voor Maartje. Het probleem is, giraffen eten geen beschuit met muisjes, zegt Joe. En hij rent naar boven. Wat ga je doen? Oh, naar de slaapkamer. Nou, dan gaan we mee, toch? Sneller rennen. Sneller. Sneller. Heel goed. Hou, douw, 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 douw. Joe ploft lang uit op zijn bed en gaat hard fietsen met zijn benen. Oh, zo kan je het beste nadenken. Nou, als jij zo goed kan nadenken, dan moeten wij dat ook maar eens proberen. Kom, we gaan op onze rug liggen. Heel goed, gaan we op je rug liggen. En fietsen. En, werkt het bij jullie? Kan je goed nadenken nu? Ja. Ja? Heel goed. Melk? Nee, dat krijgt ze al van de moeder. Een knuffel misschien? Of een lekker zacht kussentje. Joe schiet overeind. En hij pakt zijn slaapkussen. Met het kussen boven aan de trap buigt hij voorover en roept hard met zijn handen voor zijn mond. Pap! Vindt Maartje mijn kussen fijn? Je wat? Roept papa terug. Mijn kussen van mijn bed. Nou, dat zou ik niet doen, antwoordt papa. Oké, dan niet. En hij gooit het met een grote boog terug op zijn bed. Gooi me met een grote boog terug op je bed. En nog iets sneller inderdaad. Een paar keer achter elkaar. Doe maar. Bam, bam. Heel goed. Wow. Oh, Joe. We gaan uit ons dakje. En in eens weet Joe wat hij gaat meenemen voor de babygiraf. Heb je een groot vel papier? Vraagt hij aan papa. Hoe groot moet dat zijn? Zegt papa. Nou, heel groot. Wel zo groot. En Joe doet zijn armen wijd uit elkaar. Dat heb ik wel hoor, zegt papa. Probeer maar eens. Hoe groot? Zo groot? Ik ben zo groot tot je rug. Tot je rug? Echt? Nee, we doen helemaal dit. Zo. En nog iets verder. Zo ver mogelijk. Heel goed. Zo. Met het grote vel papier voor zijn neus en een heleboel kleurpotloden zit Joe ijverig te schrijven. Ik maak een geboortekaart voor Maartje. Dat hebben giraffen niet en dat vindt ze vast leuk, zegt Joe. Weet je eigenlijk hoeveel ze woog bij de geboorte? In de krant staat, Maartje woog 50 kilo bij de geboorte. 50 kilo. Nou, probeer maar eens 50 kilo op te tillen. Dat is veel, hoor. Als je helemaal door je benen gaat, probeer het op te tillen. Heel goed. Oké, nog een keer. Laat maar zien wie hier de sterkste is. Ja, wat ben jij toch een opscheppertje af en toe, hè, Joe? De geboortekaart is klaar. Alles staat erop. Wanneer ze geboren is, hoe zwaar en ook nog hoe lang Maartje is. 1,70 meter staat in de krant. Jemig, ze kan hier bijna niet onder de deur door. Joe staat op zijn tenen en wijst aan hoe groot Maartje is. Probeer maar eens net zo lang als een giraf te zijn. Als je op je tenen gaat staan,
En met je arm omhoog, dan laat je zien hoe hoog een giraf is. Heel goed. Nou, kom op, pap. Mam, laten we gaan. Ik kan niet wachten om Maartje te zien, zegt Joe. En haalt zijn jas van de kapstok. Oké, nou. Doei, Joe. Hij gaat denk ik nu al naar de giraf. Ja. We gaan op onze billen zitten met de benen naar voren. En dan gaan we nu de buikspieren trainen. We gaan helemaal naar achteren hangen. Strek je maar helemaal uit. En buig naar voren. Hoe? Niet omvallen. Pas op. Dan gaan we nog een keer. Hang maar helemaal naar achteren. Niet op de grond komen. En buig maar weer terug. En dan gaan we nu de armspieren trainen. Strek je armen maar. Span ze heel goed aan. Strak, 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 strak. En laat maar los. Oké, dan gaan we nog even buigen naar links. Alles uittrekken. Andere kant op. Trek je maar helemaal uit. En dan gaan we nu helemaal proberen je tenen aan te raken. Buig maar naar voren. Ja. Ik kan mijn tenen aan te raken. Ja, jij wel. Zo. Nou, ik ben lekker afgekoeld. Jullie ook? Ja? Mooi zo. Ah, Joe, je bent er weer. En hoe was het bij Maartje, die giraf? Was ze echt zo schattig, Joe? Cool. Nou, tot de volgende Zeppelin Go!